Samen maakten we in 2017 wereldwijd een verschil voor dieren. Dank je wel. Met jouw steun kregen meer dan 1,5 miljard dieren een beter leven. Door ze te beschermen. In het wild, bij rampen, in de veehouderij en in gemeenschappen. Met onze campagne Wilde Dieren, Geen Entertainers riepen we op tot de bescherming van wilde dieren die worden misbruikt voor toeristisch vermaak. Mede dankzij jou zijn wereldwijd 186 reisorganisaties gestopt met het aanbieden van olifantenritten. En voegen 155.000 mensen aan Thaise olifantenparken om te voorzien in de vraag naar olifantvriendelijk toerisme. Op Dierendag lieten we de wereld zien welke vreedheden achter onverantwoorde selfies met wilde dieren schuilgaan. Meer dan 250.000 mensen tekenen onze Wildlife Selfie Code om wilde dieren te beschermen tegen schadelijke vakantiekiekjes. Dit inspireerde Instagram, een van de grootste social media platforms, om zijn gebruikers te informeren over het leed dat selfies veroorzaken bij dieren. Toen orkaan Irma het Caribisch gebied verwoestte, hielpen we 850.000 dieren, van vee tot huisdieren, met levensreddend voedsel, water en medische zorg. 200.000 supporters drongen er bij KFC op aan om de omstandigheden te verbeteren van de miljoenen kippen die ze gebruiken. Dit heeft KFC aangemoedigd om met ons in gesprek te gaan. We legden uit hoe kippen lijden onder gebrek aan ruimte en door te snel te groot te groeien. En we blijven strijden voor een beter leven voor kippen. Op verschillende plekken op de wereld hebben honden onze hulp nodig. In Sierra Leone en Kenia helpen we ze door goed populatiebeheer. Samen met overheden en lokale mensen. Dankzij jouw inzet zijn duizenden honden geënt tegen hondsdolheid en hierdoor beschermd tegen afmaken. Dank je voor jouw support in 2017. Samen bereiken we meer voor dieren. In het wild, in rampsituaties, in de veehouderij, in gemeenschappen. World Animal Protection. Elk dier telt.